22 maart is de Wereldwaterdag. 71% van de oppervlakte van onze blauwe planeet is bedekt met water, waarvan 97% zoutwater. Drinkbaar water is een schaars goed geworden en een bron van spanningen tussen landen die dezelfde waterreserves delen. Zo delen Turkije, Syrië en Irak het water van de Eufraat. Ethiopië, Sudan en Egypte twisten om het gebruik van het Nijlwater. En Israël, Jordanië en Palestijn zijn in conflict over het water van de Jordaan, op de Golan en over diepgelegen waterreservoirs. Water is een geopolitieke twistappel geworden die wel eens tot oorlog zou kunnen leiden. Naast mogelijke waterschaarste moeten we ook bekommerd zijn om de kwaliteit van het water, want dat kan leiden tot belangrijke gezondheidsrisico's voor de bevolking, zelfs in de ontwikkelde landen. Niet zelden komt industriële afvalwater in rivieren terecht. Chemische producten uit de landbouw dringen dan weer door in het grondwater. Er vallen momenteel maar weinig doden door het gebrek aan water, maar duizenden mensen sterven evenwel door ziekten veroorzaakt door het drinken van verontreinigd water. Watergerelateerde ziekten doden elke dag wereldwijd 15.000 mensen. Afro-tagers financieren we toiletten, sensibilisatiecampagnes omtrent hygiëne, waterputten en waterverzuiveringssystemen en bieden de bevolking de nodige opleiding om de infrastructuur in stand te houden. Rotaiers uit onze districten hebben het initiatief genomen voor de waterklassen waarmee kinderen uit het basisonderwijs respect wordt bijgebracht voor water. Tot slot vraag ik ook uw aandacht voor het partnerschap tussen de Rotary Foundation en het UNESCO-instituut in Delft. In het kader daarvan zijn beurzen beschikbaar voor studies op het gebied van waterbeheer en zuivering. Inschrijvingsformulier zal bij mijn boodschap van maart gevoerd worden. En gezondheid!